Het lijkt een gevaarlijke trend te worden in het Disneypark in Shanghai. Bezoekers die aan de mascottes zitten. Dit is Shelly May, een Disneybeer, die net met haar dienst begint. Maar een man achter haar pakt haar bij haar oren. Ja, en dat lijkt allemaal niet zo ernstig, maar dat hoofd van zo'n mascotte kan 8 kilo wegen. Elke aanraking is dus gevaarlijk. En deze medewerker raakt dan ook licht gewond. En wat blijkt, het is niet de eerste keer dat Shelly May wordt belaagd. Deze video komt uit juli, ook in Shanghai. En een paar maanden later wordt daar een Mickey Mouse op zijn hoofd gemapt, omdat hij geen tijd wil maken voor een bezoeker. En een babbel, dat ook nog, die in 2017 op zijn hoofd wordt geraakt, loopt een lichte hersenschudding op. Het park heeft in alle gevallen ingegrepen. De daders worden uit de parken verwijderd en mogen 6 maanden niet meer terugkomen in the happiest place on earth.